Er draaide een onderzoek op een criminele organisatie. Zwaar georganiseerde misdaad. Waarvan enkele verdachten woonachtig waren op een woonwagenkamp. Mensen waren gevaarlijk, waren ook bekend. Dat soort operaties worden goed besproken op kantoor. In dat overleg met de leidinggevende werd nadrukkelijk gezegd: we gaan een goede voorbereiding doen, dus jullie gaan een verkenning doen. En de operatie gaan jullie absoluut niet inzetten. We zijn met een aantal teamleden in de nacht die kant op gegaan om een verkenning te gaan doen. Daar te plaatsen was de situatie zo mooi. En de omstandigheden waren dusdanig goed dat wij als team besloten om de operatie toch in te zetten. En die was geslaagd. Alleen toen kwam nog een keer de andere stap, dat we terug moesten naar het hoofdkantoor. En bij de leidinggevende twee dingen moesten aangeven. Goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat wij ons niet hadden gehouden aan de afspraken. Het goede nieuws, dat het was gelukt. Maar die vrijheid die voelden wij ook. Als je weet dat de leidinggevende achter je staat en je hebt het vertrouwen, dan durf je eerder een kans te pakken of afgewogen risico's te nemen.